Woe, jongens, ja, de supermaand januari die is natuurlijk hier en dat staat vandaag. Want het is vandaag zondag 10 januari en het is op dit moment 9:15 ochtends. En er staat echt een fantastisch mooi pot op programma. Ik ga vanmiddag kijken met vrienden. Dat doen we volledig. Coronavrij natuurlijk. Gewoon lekker op afstand via een soort van Zoom call. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dit soort topwedstrijden moet je nooit natuurlijk in je eentje gaan beleven. Maar belooft een mooie te worden, jongens. En wauw. Wat heeft Ajax ook toegeslagen op de transfermarkt, zeg. Ongelooflijk. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ze hebben natuurlijk Sebastian Haller, hoe je hem ook wil uitspreken. Hebben ze hem binnengehaald. Echt een top aankoop naar mijn mening. Zit er helaas nog niet bij. Dus ik kan hem niet opstellen. Maar er zijn wel een boel andere dingen. Neres is geblesseerd, jongens. Die gaat niet spelen vandaag. Brobby ook niet. En Traoré ook niet. Maar we moeten heel even tot een oplossing komen. Want iemand moet natuurlijk eigenlijk de spitspositie van Allaire invullen. Want die gaat natuurlijk niet spelen. Althans, dat verwacht ik niet. Dan zetten we denk ik gewoon... ik doe het helemaal verkeerd. Zetten we gewoon Tadic in de spits. Kudus zetten we op 10. Staat in het middenveld verder uit Gravenberg en Klaassen. Anthony op rechts. En onze vriend Promes zetten we dan gewoon links buiten. Hopelijk kan hij zijn vorm weer herpakken. Tagliafico, Blind, Schuurs en Mazraoui. Kudus, het was wel een twijfelgevalletje. Dus we gaan het zien of hij het gaat redden, net zoals Martinez. Maar Martinez begint in mijn opstelling gewoon vanaf de bank. En ik denk dat we het hiermee het klusje moeten gaan klaren. Zet in je hoofd even een switch. Dat waarschijnlijk vanmiddag op de plaats van Promes Tadic komt te spelen. En op de plek van Tadic dat daar natuurlijk Sebastian Allaire komt spelen. We spelen nu op wereldklasse. Dus een stukje hoger weer dan vorige keer. Laten we kijken of ik dat kan. Geen idee. We gaan er op dit moment gewoon achterkomen. En ik hoop natuurlijk dat Ajax een mooi resultaat gaat neerzetten. Maar het zal bijzonder lastig gaan worden. Dat is één ding wat zeker is. Well, what a game we have in store for you today. The hype has been building all week. And we're just moments away from kickoff time. Stay tuned for the live action. Well, hello from a city of canals, but also zo zou het stadion er vanmiddag niet uitzien, helaas. The Johan Cruyff Arena. My name is Derek Ray, and joining me for commentary as always is Lee Dixon. Spelen het op de PlayStation 5, dus we hebben die vervelende triggers. Ik ben er nog steeds niet achter gekomen hoe ik dat kan uitzetten. De reden waarom we op de PlayStation 5 spelen op dit moment, want ik record het liefste mijn FIFA Let's Plays op Xbox Series X. Ik heb daar zo'n rare bug met die Smart Delivery. Ik heb FIFA 21 voor de Xbox. Alleen wanneer ik de Next Gen versie download, kan ik alleen de trial downloaden. Alleen de trial. Er is geen mogelijkheid om de volledige Next Gen versie op mijn PlayStation te zetten. En die trial is nu verlopen. Dat waren 10 uurtjes aan speelplezier. Maar die trial is verlopen. Heel raar natuurlijk, want ik heb de game gewoon. Maar het is wat het is. Ik las al op het internet dat meer mensen er last van hadden. Ik heb nog geen oplossing gevonden. Dus mocht jij weten hoe ik dat kan oplossen op Xbox Series X, please, let me know. Want ik speel ook Xbox, of ik speel FIFA 21 online tegen mijn broertje. En ik kan niet meer tegen mijn broertje spelen. Ik ga het trouwens nog even proberen om mijn broertje even een keertje hier te krijgen. Dat we gewoon lekker op de bank one versus one gaan spelen. En dat we dat heel even opnemen voor een YouTube videootje. Hij is echt een diehard Vitesse naar. Vroeger waren we ook allebei voor Ajax en Vitesse. Hij is op dit moment echt alleen voor Vitesse. Hij draagt Ajax nog wel een warm hart toe, hoor. Die voorhoede van PSV, jongens. Ik maak me er toch best wel wat zorgen om. Dat ziet er echt bijzonder goed uit. Weet je, ik ben een fan van Malen. Helaas een oud Ajax ziet. Vertrok toen destijds naar Arsenal, als ik me niet vergis. Battery is low. Dat is nooit de bedoeling. Oh, hij staat weer verkeerd. Om een of andere reden moet ik dit elke keer omzetten. Nee, niet game settings. Customize controls. Settings. Alternate. Ja, nu moet het goed zijn. Impossible angle, not far away at all. Well, he thought he had a decent chance to score. I'm not sure his teammates did though, but de next gen versie van FIFA ziet er wel zo belachelijk crispy uit. Echt insane. Mocht je willen weten hoe die eruit ziet, echt in volledig 4K, alles erop en eraan.
Ik heb daar een video over gemaakt. Deze video is in 1080p. Omdat het anders te lang duurt wat betreft processing op YouTube. He's got the right idea with that pass. Hoppa! Woe! Omdat het dan te lang duurt. En dan staat die video waarschijnlijk pas om 4 uur vanmiddag online. Terwijl de wedstrijd al 4:15 is. Dat willen we natuurlijk niet. En ik mag natuurlijk wel ietsjes blij zijn met het doelpunt. Lekker doelpuntje hoor. Goeie bal voor Kudus ook. En Anthony maakt het gewoon ijskoud af natuurlijk. Het was geen geplaatst schot. Gewoon een hard schot. En dat bleek voldoende te zijn. Ik was bang dat ik niet genoeg tijd zou hebben voor een geplaatst schot. Nou, 1-0. Laat het alsjeblieft vanmiddag ook zo zijn. De laatste wedstrijd Ajax PSV. Ik heb bijzonder slechte herinneringen altijd aan Ajax PSV. Lang niet geweest. Vorig jaar heel even eentje. Die hebben we toen overtuigend gewonnen ook. Dat was voor de Johan Cruijffschaal. Leuke wedstrijd ook. Ajax speelde echt heel erg goed op dat moment. Zeker de eerste 70 minuten speelden ze echt PSV compleet van de mat. Maar daarvoor... ik heb zo vaak slechte wedstrijden tegen PSV gezien in de arena, jongen. En vaak ook met de Johan Cruijffschaal. Kan je nog dat opstootje tegen van Theo Jansen met Mark van Bommel herinneren? Dat was de keer ervoor dat ik was geweest. Dus ik was wel wat toe aan een succesje. En nu opzij leggen. Oh, jongen. Oh, hier had ik echt veel meer mee moeten doen. Oh. En dit? Oh, wauw. Well, going too behind at this stage in the game would have been very difficult. Goalkeeper's kept his team in it. Maar voorin bij PSV natuurlijk dodelijk. Gakpo, Malen, maar ook nog daarachter, hè. Iatare, Götze. Kijk, daar is hij al. Ja, prachtig om te zien natuurlijk dat er zo'n sterke voorhoede ook gewoon in de Eredivisie speelt. Weet je, meer concurrentie is alleen maar goed, maakt de competitie alleen maar beter. Je wil als Ajax ook geen kampioen voor de armoede worden, toch? Net als PSV dat ook niet zou willen. Geplaatst schot dan! Yes! Woe! Echt, die was net op tijd, jongen. Die was echt net op tijd. Als ik 1 milliseconde later had geschoten, had de keeper hem 100% gehad. PSV dus bijzonder kwetsbaar in de omschakeling. Dat valt me op. Had ik niet verwacht. Ik denk... eerlijk gezegd dat het vanmiddag tijdens de echte wedstrijd precies anders aan toe gaat. Ajax is bijzonder kwetsbaar in de omschakeling altijd. Verdediging blijft nog wel een beetje een zorgenkindje. Ik ben blij dat ze eerst een spits hebben gehad. Ik vond de spits een hogere prioriteit dan een verdediger, om heel eerlijk te zijn. Dat heeft er simpelweg mee te maken. Ik heb Schuurs nog niet opgegeven. Iedereen ziet... Hij heeft gigantisch veel potentie. Weet je, het komt er niet helemaal uit nog dit seizoen. Maar laten we alsjeblieft ook niet vergeten dat hij nog heel erg jong is. En dat we vaak genoeg al spelers te snel hebben afgeschreven. En natuurlijk, het is een blijvende topclub. Voor Nederlandse principes natuurlijk. En je moet presteren. Er is eigenlijk geen tijd voor learning on the job, zoals ze dat zeggen. Maar... ik zou het zonde vinden als we hem nu al opgeven. En ja, weet je, Champions League niveau was hij niet. Maar ja, daar spelen we nu ook niet. Al zullen we het echt lastig genoeg gaan krijgen tegen... Oh my god, dat was echt heel slecht. Die had ik niet meer verwacht. Oh my god. Wat was ik nou aan het zeggen? Ik heb echt geen idee. In ieder geval dat de verdediging een zorgkindje is en dat de Europa League... Ondanks dat het geen Champions League... Oh, wauw, dit was een geplaatst schot trouwens, hè. Ondanks dat het Europa League is en geen Champions League... Dat Lille wel echt een bijzonder pittige tegenstander is. Volgens mij zijn ze wel ingehaald door Lyon inmiddels. Ik hoop trouwens, ik hoop het vurig en ik weet niet of jullie ook zo zijn. Ik ben geen Barca-fan. Laat ik dat heel even vooropstellen. Ik ben geen Barca-fan. Maar wanneer er dan veel spelers, veel Nederlandse spelers zitten en een Nederlandse coach. Weet je, gun ik ze net wat meer succes. Maar ik ben geen fan.
Gun ik ze net al mis. Ik vind Dest vind ik het ook echt fantastisch doen. Hij heeft zich moeiteloos aangepast. Nou, niet dat het niveau zo bijzonder hoog is bij Barca dit seizoen. Maar, weet je, club. Met gigantische druk natuurlijk. En ik hoop het zo vurig. Hè. En weet je, het is absoluut niet onmogelijk. Maar ze zullen... Zal best wel wat voeten in de aarde nodig zijn om het mogelijk te maken. Maar ik zou zo graag nog even Gini Wijnaldum. En Memphis Depay bij Barcelona willen zien. Ik denk dat dat fantastisch is om naar te kijken. Eén, ik vind Memphis echt enorm gegroeid de afgelopen jaren. Vooral in zijn rol als leider. Dan liep hij heel erg goed. Wie was dat? Was het Koenis? Ik vind het echt een leiderstype geworden. Hij heeft natuurlijk af en toe nog wel een beetje zijn rare frats. Met iets te veel hakjes en tierlantijntjes. Maar ja, weet je. Creatieve spelers. Je moet ze niet alleen bejubelen wanneer het lukt. Dus daar zit ook een stukje risico verborgen in dat spel. En Wijnaldum. Weet je, zijn contract loopt ook gewoon af. Hij heeft nog niet verlengd. Klopp hoopt dat het nog wel rondkomt. En nu kan je ook afvragen, ja, waarom zou je van Liverpool naar Barcelona willen gaan? Ik weet niet. Barcelona heeft wel altijd iets bijzonders voor Nederlandse voetballers. Om heel eerlijk te zijn. En weet je, hij heeft alles gewonnen wat er te winnen valt bij Liverpool op dit moment. Toch? Dus tijd voor een volgende stap. Ik zou het in ieder geval... Dit was zo slecht verdedigd, man. Hoe kan hij Schuur zo makkelijk wegzetten? Wat is dit nou weer, joh? Ja, moet je kijken dan. Die Schuur is het lijkt wel slow motion voetbal, man. Veteranenvoetbal. Ja, en op slag van rust. Toch nog een klein tikje uitgedeeld door PSV. Geen nood aan de man nog. We zijn absoluut de betere partij. Maar ja, het is wel weer gelijk spannend. 1 doelpunt en we zijn weer terug bij het begin af. Anthony Promes. De twee vleugelspelers doen het op dit moment voor Ajax. Laten we zien of vanmiddag Aller dat gaat doen. Aller. Fantastisch gedaan bij FC Utrecht. Dat weet iedereen. Fantastisch gedaan bij Eintracht Frankfurt. Ik zie aardig wat mensen nog deze transfer belachelijk maken. Omdat hij niet geslaagd zou zijn bij West Ham. Maar jongens, begrijp wel heel even. Die jongen speelde bij Eintracht Frankfurt. Speelde daar de pannen van het dak. En niet onbelangrijk, gaat vervolgens naar West Ham. Heb je West Ham zien spelen? Nou, ik wou niet zeggen, deze moest zitten. Dit was een zekerheidje. vandaar dat ik redelijk ingetogen ben met juichen. Maar dit is dit was een zekerheidje. Ik denk dat we toch een moeilijkheidsgraad weer omhoog moeten gaan, man. Wat komt er nou, world class, legendary? Kijk, en dat is natuurlijk wel een wapen van Promes. In de omschakeling. Bloedsnel, natuurlijk. Niet zo klinisch voor de goal als dat hij hier laat zien. Maar het zou zeker een wapen kunnen zijn vanmiddag. Well, it's a tale of four goals in this match now. 3-1 it is. Ja, 3-1, ik zou ervoor tekenen, man. Ik zag Frank Lammers die tekende voor een 1-4. Ibrahim, althans, die dacht dat PSV 1-4 ging winnen. We gaan het zien wie de echte meeste voorspeller is. Pablo Rosario Het lijkt mij zo'n wedstrijd die echt alle kanten op kan. Weet je, eerlijk is eerlijk. PSV steekt in een goede vorm. Ajax heeft een iets moeilijkere periode vlak voor de winterstop. De hele korte winterstop, gelukkig. Maar heeft wel een kwaliteitsimpuls natuurlijk gehad met de aankoop van... Quincy Promes. Met de aankoop van Aller. Het zou echt voor mijn gevoel alle kanten op kunnen gaan. Maar PSV is wel echt levensgevaarlijk. Ik heb het idee dat ze iets meer achterover gaan hangen. En laat Ajax maar het spel maken. En weten dat ze zo ontzettend dodelijk zijn in de omschakeling. Zoals we hier de hele wedstrijd al zien bij Ajax. Ah nee, dit was dramatisch. Dit was dramatisch. Klaassen. Must be. Still a chance.
Wat een slap schot was dat trouwens. And across the touchline, so a throw in here. Wij gaan nog niet wisselen. Gappo eruit. Maar het feit blijft natuurlijk wel. Ajax heeft één wedstrijd meer gespeeld. Of één punt meer. Dus mocht PSV winnen, dan gaan ze natuurlijk voorbij Ajax. En ik denk dat dat voor Ajax toch wel een flinke dreun is. En dat je dan toch... En ik zie PSV ook niet zo snel meer verliezen in die andere wedstrijden. Waardoor je toch wel weer een hele lange tijd achter de feiten aan gaat lopen. Oh, het ligt helemaal open. Het lag helemaal open. En natuurlijk hebben we daar ervaring mee. Met achter de feiten aanlopen en toch nog over de streep trekken. Maar ik zou het liever een keertje niet willen zien. Hoppa. Zo doen we dat. Frank Lammers, zit je te kijken? 4-1. Dusan Tadic. Ah, heerlijk man. Maar het ligt zo open bij PSV. Echt schokkend. Kijk dan. Tadic die iemand eruit sprint, hè? Even voor de duidelijkheid. Insane. Nou, dan gaan we weer een moeilijkheidsgraad omhoog. I guess. Vet. Ik moet wel zeggen, ik heb de laatste tijd echt veel meer FIFA zitten spelen. En niet omdat ik FIFA nou echt de betere game vind. Ten opzichte van de PES 2020. Maar 2021 natuurlijk. Mijn broertje speelt FIFA. En voor het eerst sinds jaren ben ik echt weer heel veel met mijn broertje aan het gamen daardoor. En hij kan alleen FIFA. Hij vindt ook echt alleen FIFA leuk. En het levert altijd mooie potjes op. Met heel veel penalties voor mij, om een of andere reden. Hij is nog een beetje iets te onrustig in zijn eigen 16. Ai. Kaartje, scheids. Kaartje, kom op man. Maar PSV dus, ik denk op dit moment de beste voorhoede. Maar Ajax, nog steeds, de meest scorende ploeg. Nou, nu tikt die wedstrijd bij VVV natuurlijk wel ontzettend aan. Ook wedstrijden bij Emmen, 5-0. Dat gaat hard. Maar het belooft daardoor echt een leuke battle te worden. Ik hoop. Ik ben bang voor niet. Ik denk dat PSV het slimmer gaat spelen. Ik hoop dat we twee aanvallende ploegen gaan zien. En ik heb het idee dat Ajax tegen goed voetballende ploegen altijd wel leuk mee weet te ballen. We hebben natuurlijk ook gezien in de Champions League tegen Liverpool. Eerlijk. Als je die twee wedstrijden wint, kan je weinig ervan zeggen. Natuurlijk hebben ze allebei verloren. Redelijk ongelukkig ook. Eerste eigen doelpunt. Tweede, gigantische kans gemist door Huntelaar en Klaassen. Dan die rode kaart van Gravenberg. Ik denk dat het de boel ontzettend vertekent. Ontzettend zonde ook natuurlijk, want was dat allemaal niet gebeurd, dan waren we gewoon doorgegaan in de Champions League. Maar ja, wat als telt niet in het voetbal. Hij wordt gewoon vastgehouden, zag je dat? Hij werd gewoon vastgehouden. Ja, wij gaan niet wisselen. Nicely cut out. Ik kan niet wachten tot Haller wordt toegevoegd aan de game. Ik had wel verwacht dat de Kudus al iets harder zou lopen. Maar hier de opening voor Promes. Oei! Oh, die hield ik net iets te lang in. Kijk, het was een geplaatst schot. Je ziet de curve ook aan de bal, maar ja, veel te wild. Hard overgeschoten. Doodzonde. Dat had niet hoeven gebeuren. Ryan Thomas, Ibrahim Songare, Ihataren, Pablo Rosario has it, Eran Zahavi. Ja, die Zahavi die begon best leuk bij PSV had ik het idee, maar
Dat lijkt wel ineens een tweede Mitroglou'tje te gaan worden. Heb ik het idee. Ik ben geen PSV-fan, dus ik zit er absoluut niet bovenop. Dus mocht ik verkeerd zitten, let me know in de comments. Maar sowieso echt goed ingekocht ook dit seizoen door PSV. Echt heel erg goed gedaan. Ben benieuwd of Vitesse nog Bazour en of Tanane kan weten te behouden. Je hoort er vrij weinig over, om heel eerlijk te zijn. Feyenoord had hem had Bazour licht gepolst, had ik begrepen. Ik zou het ook geen rare optie vinden voor PSV. Ik denk dat Ajax... Ajax gaat hem niet meer worden wat dat betreft. Denk ik. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik gewoon. Ooit echt stormachtig begonnen bij Ajax. Maar mentaal zit het niet helemaal goed eruit bij die jongen. Doet af en toe rare dingen. Maar dit is hem. Ajax-PSV, jongens. 4-1. En we staan weer 4 punten los van PSV. En we hebben een grote, belangrijke stap gezet voor het kampioenschap. En een weekje later gaan we naar Feyenoord, jongens. Volgens mij is dat ook thuis. In eigen huis. Ajax-Feyenoord. Belooft natuurlijk ook een mooie wedstrijd te worden. Ik vraag me af hoe het bij jullie zit. Welke wedstrijden zijn voor jullie eigenlijk speciale? Is dat Ajax-PSV of is dat Ajax-Feyenoord? Want het ding is, Ajax-Feyenoord natuurlijk van oudsher. Een ongelofelijke rivaliteit tussen die twee. En ik geniet daar echt enorm van. Ik heb ook absoluut geen hekel aan Feyenoord. Begrijp me niet verkeerd, maar ik hou van rivaliteit. Maar tegen PSV lijkt er altijd meer op het spel te staan dan tegen Feyenoord de laatste jaren natuurlijk. Dus voor mij is het eigenlijk altijd een beetje de wedstrijd tegen PSV die het meest voor me doet. Alleen qua ambiance niet zo tof is als tegen Feyenoord natuurlijk. Jongens, dit was de meeste voorspeller. 4-1, Ajax-PSV. Laat hier in de comments weten wat jij denkt dat het gaat worden. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan alsjeblieft als je dit een leuke video vond. En laat dan ook een duimpje omhoog achter. Je helpt mij daar ontzettend mee. En ik zal meer video's voor jou maken. Voor nu bedankt. Geniet van de wedstrijd natuurlijk. En tot de volgende keer, jongens. Later, hè. Ciao, ciao.